Stoere mannen en stoere vrouwen komen vandaag naar de zuiperij, vreterij en scheiterij. Maar komen vooral brommers kieken, hier op de Harleydag in Woerden. Dit is wel een hele mooie Harley. Wat maakt deze Harley zo bijzonder? Het motorblok, het geluid en de hoeveelheid chroom die erop zit onder andere. En het gevoel wat je krijgt als je op dat ding rijdt. En wat is er speciaal voor jou gepimpt? De uitlaten, het luchtfilter, de spiegels, die chrome kappen op het achterwiel. Een hele hoop kleine dingetjes nog waarvan ik nou onderaan het niet eens meer weet. Embleempjes op de rem, klauwen en dat soort dingen. En er komt nog veel en veel meer op, want ik ben nog lang niet klaar. Jij bent echt trots, hè, op deze motor? Ja, dat kun je wel zeggen. Ten midden van al die ronkende Harleys, wat is het ultieme Harley gevoel? Ja, kijk rond, het is geweldig, het is echt super. De mensen, de glanzen van de dingen, het rubber, het stank, de olie. Het is een oud verhaal, maar je voelt het diep in je lijf. Absoluut. En hoe ben jij ertoe gekomen om Harley te gaan rijden? Nou, het was een hele tijd geleden was het altijd het R1, het snelle, het jankgevoel. Weet je al van het moet snel, het moet blaren. En toen kwam ik mijn neef tegen na 20 jaar. Nou, het klinkt heel raar, maar... En die kwam ineens met zo'n Harley, met zo'n Road King aanzetten. En het was in één keer klik om, 180 graden. En ik was helemaal verkocht. Het was helemaal het gebeuren. In één keer hardcore Harley fan? Ja, in één keer mijn hart ging bonzen en ik dacht van ja, dit is wat voor jou. Dit is echt wat voor mij. Het is helemaal extreem top. Besmettelijk. Ja, het is echt helemaal top. En wat is naar jouw idee nou de ultieme Harley motor? Voor mij, ja, dat is wat of ik zelf mooi vind. Dat is een Dyna en dan een Schoppig. En ik zag als jochie van 14 voor het eerst een Schoppig rijden in Amsterdam. En ja, dat was een Harley, ik was gelijk verkocht. Nou ja, dat zijn de winnaars van de Tweede Wereldoorlog, hè? De winnaars van de Tweede Wereldoorlog? Ja, er zijn alle Amerikanen meegekomen. En later omgebouwd van militair voertuig tot burger. Modellen. Stroomt het Harley bloed door je aderen? Ja. Nee, ja, het is uniek spul en overal waar je dit ook neerzet, je hebt altijd bekijkse mensen die hebben zoiets van, dit is mooi en fantastisch. En dat is niet alleen bij papa, maar dat is ook bij de kleine jongens. Hè, die zijn al helemaal Harley-minded. Bijna 50 en als ik 50 word, dan geef ik mezelf een Harley cadeau. Dus dat is gebeurd en sinds die tijd rijd ik Harley. Op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd bereikt dat je denkt van de rest van de wereld kan me een beetje gestolen worden. Dus hoor ik er helemaal bij toch, of niet? Een echte Harley Davidson biker? Een echte biker, ja. Ja. Ja, nu nog een leuke biker babe, dat zou helemaal gaaf zijn. Kan je lekker toeren, maar met een stuntmotor kan je hele andere dingen doen. Stralende zon, glimmende motoren, de Harleydag in Woerden is helemaal geslaagd. Volgend jaar is die weer. En dan gaan we weer namens Woerden TV motoren kijken. Goedenavond.